Het vervoeren van de duizenden SLM-passagiers van en naar Nederland is prioriteit voor de regering. Dat zei TCT-minister Albert Jubitana vanmorgen aan journalisten. Volgens de bewindsman is er een taskforce in het leven geroepen die zich buigt over dit vraagstuk. We hebben binnen SLM een speciale taskforce in leven geroepen om alles met betrekking tot het aantal passagiers dat reeds in kaart is gebracht. Vanuit Nederland is ruim 1800, wat ons is medegedeeld. En vanuit Suriname richting Nederland ruim 800. Dus er moet een aantal vluchten ingezet worden. Maar daar is nu, wordt door de taskforce met input vanuit de hand. Om te zien binnen korte termijn. Zo gauw wat meer duidelijkheid is met betrekking tot ook het financieren, want allemaal die vluchten kosten geld. Maar dat is voor ons natuurlijk de aandeelhouder belangrijk, dat we daarvoor een oplossing zien te vinden. Er is een kist? Dat de passagiers. Er zijn mogelijkheden, alles hangt af van financiën natuurlijk, de financiële middelen. En dat wij daarvoor een oplossing zoeken om de passagiers zo snel mogelijk weer dat SLM. Dat kan oplossen door tussenkomst van natuurlijk de aandeelhouder. SLM-directeur Paul De Haan heeft de passagiers verzekerd dat de vluchten op de Amsterdamroute vanaf 20 juli zullen worden hervat. Vele passagiers wiens vluchten gecanceld waren, hebben intussen een nieuwe ticket ontvangen.